Zo. Zo. En dan hadden we het net nog eventjes over, even tijdens Dua Lipa. Ja. Dat jij een nieuw liedje hebt gemaakt, een kerstsingle. Ja, zeker. Ja, het verhaal is eigenlijk dat ik heb hem al gemaakt al een paar jaar terug. Voor de kandidaten van The Voice. En toen zat ik daar dus nog helemaal niet in. Maar toen hadden ze dat gevraagd aan mij. Ik dacht, wauw, wat een eer. Ik wilde dat doen. Ja. En toen hadden zij hem ook ingezongen. En toen dacht ik, het klopt niet. Het is mijn liedje. Ik wil hem hebben. Dus nu heb ik hem afgelopen zondag... heb ik hem. Zie, ik word helemaal enthousiast. Ja, ik merk het, ja. Afgelopen zondag heb ik het opgenomen met mijn band. Met heel leuke kerstsfeer. Gewoon lachen, samen allemaal. Ja. En ik heb hem ook dan mee. Dus ja, dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, je hebt hem net even naar me gemaild. Ja. Ja, het lijkt me enig als je dat gewoon aan wil doen. Want iedereen heeft zin in kerst. Het mooie is, je zegt, ja, het is toch eigenlijk niet helemaal af. Moeten nog wat een beetje gefine-tuned worden, de puntjes op de i. Ja. Dus we gaan nu een soort rauwe versie van jouw nieuwe kerstsingle horen. Zeker. Wauw, hoe heet die? Ja, dat kan ik niet zo goed uitspreken. Probeer het. Kut. Wacht. Ja. Wacht. Rustig. Even wat bier, daar komt-ie. Kut. Ik kan echt niet. Wacht. Christmas Arts. Zo, ik zeg het wel zo. Christmas Arts. Dus dat zal dank je wel. Dit is je nieuwe single. Thanks, je nieuwe kerstsingle. Yay! Even luisteren hoor. Ik vind het wel leuk altijd zo. Ik ben zo'n fan van mezelf. Nee, grapje. Love is multiply. At least a thousand times. Just like snowflakes falling from the skies. Seasons come and go, but everybody knows. Ik zing mee, hè? Ja, ik merk het, ja. Leuk, hè? Leuk. Ja, nog heel even, hoor. Kun je hem niet gewoon helemaal opdraaien? Ja, moeten we wel nu stil zijn. Okay, maar dan ga ik je vast bedanken. En bedankt, nog fijn weekend. Fijne feestdagen allemaal. Q.